De Algemene Confederatie van Marokkaanse Ondernemingen, CGEM, en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, hebben afgelopen dinsdag een virtuele kennismakingsgesprek gehad. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking besprak de grote potentie van beide landen en gaf mee dat Suriname als toegangspoort zou kunnen dienen naar de regio toe. VSB-voorzitter Brian Renten gaf aan dat de VSB mogelijke samenwerkingsgebieden ziet in de agrarische cultuur en het verwerken van voedsel. CGEM-president Chakib Alch zegt dat zijn organisatie de vertegenwoordiger is van 90.000 leden en de belangen van Marokkaanse bedrijven bij overheden en sociale autoriteiten verdedigt. Het doel is om op te treden ten gunste van een welvarend en optimaal klimaat voor de Marokkaanse economie door het stimuleren van particulier initiatief. Het ministerie van Bibis neemt het voortouw in de planning van de vervolgmeeting voor het uitwerken van de samenwerkingsmogelijkheden.